Hey mensen, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is alweer een tijdje geleden, zoals jullie misschien al kunnen zien. Er is aardig wat veranderd in mijn aquarium. Nou, eigenlijk heel veel, maar ook weer niet heel veel. Ik heb namelijk een tiental Uaru in de bak zwemmen. En die jongens en dames houden van planten. En dat was ook heel snel duidelijk zichtbaar. Ik wist het van tevoren al, het was een beetje een longshot. Ik dacht, nou ja, die plantjes heb ik al, maar de Uaru wil ik eigenlijk liever. Dan neem ik mijn verlies maar. Ik had van de zomer echt voor een aardig bedrag planten gekocht. Maar die waren bijna allemaal op en het werd een beetje een zielig zootje. Toen dacht ik van, ja weet je wat, ik ga hem gewoon beter inscapen. Zodat als de plantjes echt helemaal weg zijn, dat ik het verlies kan nemen. Maar ik laat jullie nu even zien hoe de bak erbij staat. Kijk, dit is mijn nieuwe scape. Het is een beetje opgebouwd vanuit het midden. Daar heb ik namelijk het hele grote stuk hout gezet. Zoals jullie kunnen zien, die is wat gedraaid. Die zat eerder in de hoek hier. Maar ik heb nu juist gezorgd dat... Oh, even uitzoomen. Dat het midden begint en dan vanuit daar links en rechts een boogje maken. Zodat je eigenlijk een halve O hebt. Of een uitgerekte N. Ja, en dit zijn de visjes. Hier is eigenlijk weinig veranderd. Nog steeds een schooltje... kardinaal tetra's. Oh, en we hebben een nieuwe vis. Hier zwemt die Thea, deze. Dat was een van de kijkers die stuurde een berichtje en die zei: yo, ik zie dat jij 3 torpedobeeldjes hebt zwemmen, nog kleintjes. Ik heb er eentje gered die wat groter is. Mag die alsjeblieft bij jou? Nou, hij is zeker wat groter dan de rest. Maar hij heeft het prima naar zijn zin. Hij ging ook gelijk scholen bij die andere. En het is wel echt een mooie vis hoor, om te zien. Ja, volgens mij is dit wel een beetje de maximale grootte die hier kan worden. Hij is nu 15 centimeter. Nou, zie je bij die andere. Zijn echt een heel stuk kleiner. En mijn Uaru. Ja, ze zijn nog een beetje cameraschuw. En zo vaak maak ik geen video's meer. Dus die moet even winnen. Ik zit even te kijken. Ja, ze zitten weer erachter. Ja, normaal zwemmen ze echt de hele dag een beetje ervoor. Dat zijn echt hele mooie vissen. Ik heb ook een nieuwe lamp. Hier, dus ik denk dat het misschien dat ook wel wat afschrikt. Maar ja, veel stenen. Die had ik nog liggen, dus die heb ik even met heet water overheen, met kokend water, goed laten schoongemaakt. Goed afspoelen en die kon er raak weer in. Die zaten in mijn Malawi bak. En stel dat nu de plantjes worden opgegeten, zoals hier, hier en hier. En hier, ja, dan zou dat jammer zijn, maar dat is niet heel erg, want dan is de scape is nog steeds wel netjes. Bij mijn vorige scape zag je echt gaten erin krijgen en het werd echt lelijk. Dus toen dacht ik, nou, laat maar. Eén dingetje waar ik nu nog over zit te dubben is de pomp. Er zit 1 FX6 op, kan ik jullie laten zien. Dit is er eentje, ja, die draait prima. En in theorie zouden sommige mensen kunnen zeggen, ja, dat is voldoende op een 2 liter bak. Maar ik denk wel dat ik nog een tweede pomp erbij moet. Wat ook gewoon wel weer lastig is, want ik heb net die FX6 die hier stond weggedaan via Marktplaats. Die heeft iemand kunnen kopen voor 100 euro. Dus ja, dat is een slechte investering al door die FX6 te kopen. Ik kan hem beter houden, maar goed. Ik denk dan altijd, als ik hem niet nodig heb, dan kan ik beter iemand anders blij mee maken. Maar ik ben eigenlijk wel vrij tevreden over deze scape. Ik zal even de zijkant laten zien. Kijk, goed ruimte erachter ook, dat er flow achter kan staan, dat de vissen er kunnen zwemmen en dat ik er kan schoonmaken indien nodig. Overal zitten gaatjes, zo hier kan je onderdoor, hier kan je onderdoor, daar kan je onderdoor. En hier ook overal tussendoor, dat heeft ermee te maken dat je zo min mogelijk dode plekken wil creëren. Dus de flow kan er nu nog steeds zo doorheen. Ja. Ik ben eigenlijk wel blij mee. En mijn lotussen lijken het ook nog steeds wat te doen. Kijk, nu zien jullie dat er 2 zijn daarin. En daarin. Oh. Oh shit. Ik zag een plekko. Van een L-nummer, sorry. Kijk hier. Ik ga zachtjes praten, anders hoort dit. Nee, dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. En daar zit een Uaru erachter. Die is een beetje aan het vechten. Maar dat, ja, ik ben er erg blij mee. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Nou, tot zover de update. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van deze video. Laat het even weten in de comments. Vergeet niet duimpje omhoog te doen. En bedankt voor het kijken weer. Tot de volgende. Joe!